And I love you so. The people ask me how, how I live till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. Life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, but I don't let evil get me down. Now that you're love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let evil get me down. Now that you're Nou, dan zijn we eigenlijk bij het laatste stuk aangekomen. Dan ga je laatste nummer aankondigen. Ja. Ik ben ontzettend benieuwd. En dan wil ik toch even vragen, want dan zit ik een beetje zo hartstikke modern. En dan zie ik toch een tato. Ja, ik ben Caroline, ik zijn eigenlijk helemaal geen tato-mensen. Maar een paar maanden terug, toen zei Caroline, ik vind eigenlijk een tato wel leuk voor ons. Ik zei nou, ze zegt, vind je dat leuk, onze naam, onze voorletters te tatoeëren? Ik zei, nou, ik heb nog niet aan gedacht. Ze zegt, het lijkt me leuk. En zij, ze hebben nog nooit een tato gewild. Dat vertelde ze altijd. Ja. Toen zijn we eigenlijk die middag naar Tattoo Bob gereden. En we hebben het toegeslagen. We hebben een leuke deun, leuke letters hebben wij uitgezocht. En leuke letters. En zij heeft het op haar enkel. En ik heb het hier staan. Dus dadelijk zien we jou ineens op een koffer van een cd met allemaal tatoeages op je rug? Nee, dit is dus de enige en de laatste. Maar dat vonden we wel heel leuk, onze liefde nog meer te bevestigen. Nou, ik heb nooit een tato gewild. Dus, ik zou je nu zeggen, de eerste en de laatste, dat zei ik ook hoor, bij mijn eerste. Ja. Ja, maar, 7 stuks verder. Oké. Okay. Succes. Nou, we spreken elkaar nog wel dan. Ja, ik zeg nooit. Maar nee. Dit was wel heel, dat vonden we wel heel erg mooi om te doen. We moeten nog even laten bijkleuren, want het is nu 3 maanden verder. Dus dat schijnt te horen.
Maar daar hebben we samen de Tato. Nou, leuk. A en C. A en C. Nou, komt niet zo heel vaak voor. C en A wouden we niet doen, maar nee, A en C, dat klinkt wat leuker. Ja, ja. Of H&M, nee. Ja, nee, dus, of maar het is Alte Caroline. Nou, fantastisch toch? Ja, leuk. Nou, daar zijn we heel blij mee met deze Tato. Dus eigenlijk ben je best wel vrij modern. Ja, dat zijn we wel natuurlijk. We zijn hartstikke modern. Maar hoe zie je eigenlijk later, over een paar jaar, hoe zie je eigenlijk je leven voor je? Nou, gelukkig. Gelukkig. Ja, dat is eigenlijk het sleutelwoord bij ons. En jullie gaan niet een camper kopen? En, Nee. Wij hoeven voor het geluk niet te zoeken. Wij hebben het al. Mm-hmm. En wij wonen heerlijk. We hebben elkaar. We hebben elkaar. We hebben muziek. En dat is geweldig. We hebben eigenlijk de ultieme liefde samengevonden. In de muziek en bij elkaar. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie samen gaan zingen ook. Ja. Want dan spat het er denk ik ook wel vanaf. De samenwerking en de liefde tussen jullie. Ja, zeker. Ben ik ontzettend benieuwd naar. Dus handje erop schudden dat we je hier gewoon weer gaan zien. Ja, samen met Caroline. Ja, leuk. Gezellig. Dat gaan we zeker doen. En dan wil ik ook haar tato zien. Ja, 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 die krijg je zeker te zien. Ja. Absoluut. Nou, nog een heel klein vraag. Want dan ben ik toch eigenlijk stiekem wel heel erg nieuwsgierig naar. Ja. Dadelijk, hè. Kleinkinderen. Ga je dan met de kleinkinderen ook zingen? Nou, ik heb eens met mijn kinderen zo besproken en bekeken. Denk ik niet dat ik achter de kinderwagen kom te lopen. Hoezo nee, niet? Ruud die leeft helemaal voor zijn muziek. Ja, dat is. En Marijke heeft nog zoveel plannen in haar leven. Zijn ook geen kinderen. Er is ook geen plaats voor kinderen. En ik zie Ruud nog niet zo gauw vader worden. Maar ja, zeg nooit, nooit, hè, Ruud. Dus, nee. En trouwens, ik weet niet of ik tijd heb voor opa als opa. Dus, je hebt het zo druk. De agenda zit bomvol. Ja. Ja. Maar, ik zeg maar wat geks. Ja. Maar, Ruud, hè, je zoon. Ja. Doe een beetje hardcore, hardstyle. Ja. Ga je niet eens een keer een plaatje samen maken? Ja, maar ik denk dat ik er niet bovenuit kom. Jawel, natuurlijk wel. Nou, we hebben wel samen in één programma gestaan. Dat was wel leuk. Dat is altijd heel geinig. En ik ben ik heb nooit die muziekstijl leren waarderen. Maar ik ben een keer VIP-gast bij hem geweest in Antwerp Sportpaleis. Ja. En dat was helemaal te gek. En dan dachten ze, wat doet die oude L hier ook? En toen zei ik, ja, dat is wel mijn zoon die daar staat. Hè? En ja, dan kan je avond die bestuk. Dan ben je de king. Nee. Ja, en, inderdaad. Dus nee, dat was heel leuk. En een half jaar geleden stond hij in een uitverkochte hooi. Samen met een paar andere DJ's. Dus ik ben hartstikke trots op hem. Zeker, ja, dat mag je ook zijn. Het is ook een Vlaardingse trots natuurlijk. Ja, 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 ja. Nou, Martin Eden, ook een Vlaardingse trots. Ja. En dat mag ik zeker inderdaad uit de muziek die we hebben gehoord. Het is zeker een waardering voor. Ja. Van jong tot oud, van alle categorieën hebben we gehoord. En nou, ik vind het ontzettend knap hoe je eigenlijk alle publieksoorten samen krijgt. Ja, en weet je, dat vind ik eigenlijk wel een leuke toevoeging nog. Ruud en ik, we staan eigenlijk allebei in het hitdossier. Alleen hij heeft een top 40 nummer 1 hit en ik heb een Nederlandstalig nummer 1 hit. Ja. En het ook nog wel leuk. Ik stond een keer in Schiedam voor 500 man. Dat stond hij ergens in Nederland voor een paar honderdduizend. Dus, maar we hadden het allebei net zo naar ons zin hoor. Dus zeker. Dus, zeker. Ja. En dat is het belangrijkste. Ja. Dat je het naar je zin hebt inderdaad. Ja. Nou, we gaan dadelijk even naar je laatste nummer luisteren. Ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Zit daar ook nog een verhaal achter? Nou, die heb ik eigenlijk een tijdje terug weer opgepakt. Mm-hmm. En speciaal voor mijn Caroline weer gaan zingen. Oké. Okay. Nog niet verklappen? Oké, doe ik niet. Want ik heb nog een heel klein vraagje. Ja? Zou je nog eens een keer met een artiest willen samenwerken? Ilse de Lange of zo, weet je wel? Gewoon iets in de categorie? Ja, maar dan wel gericht. Met een, niet met zomaar een artiest. Het liefste eerst met mijn eigen vrouw. Want dat is het eerste wat eraan komt. Ja. We gaan samen zingen, we gaan samen optreden. Dat is het belangrijkste. En als daarna nog een ander artiest is, een bekende artiest die met mij wil optreden, ga ik er zo over nadenken. Maar, nou ja, misschien kunnen we dat wel eens een keertje samenbrengen. Ja, weet je, Vlaardingse Glorie. En de artiesten die hier gezellig bij mij op de bank hebben gezeten. Ja, om eens een keer een nummer samen te zingen. Oké, ja. Nou, misschien een idee. Gaan we even over brainstormen. Ja, dat lijkt me ook leuk. Nou, ga ik even vragen om het nummer aan te kondigen, want ik ben ontzettend benieuwd. Nou, dat is speciaal voor mij, Caroline. That Girl of Mine. Nou. Jullie horen het. Laatste nummer. Kijk, luister en geniet.
place everywhere I go that a river meets the sea. Somewhere between the gates of dreams and turning up the key. There's a cutting edge, it's a real fine line, and it's got it come and go. And you're leaving what you thought you knew to what you come to know. When the twilight turns at the end of day and the angels kiss the moon, there's a certain smile and a certain face, and it could not be too soon. Cause there's a diamond sun everywhere she goes, and there ain't no other way. I'm gonna dream tonight by that pale moonlight till the morning comes my way. I'm walking tall and I'm walking fine, and I'm way up there. Gazing in that gate of dreams and beneath that midnight sky. Cause there's a diamond sun everywhere she goes, and there ain't no other way. I'm gonna dream tonight by that pale moonlight till the morning comes my way. I'm walking tall and I'm walking fine, and I'm way up there. Het was een ontzettend gezellige avond hier. Ik wil je ontzettend bedanken voor je komst. En natuurlijk de nummers die je hebt gezongen hier. En uiteraard zien we jullie volgende keer gewoon weer. Een nieuwe aflevering van Vlaardingse Glorie. Met een nieuwe artiest op de bank. En we gaan brainstormen. En we zien jou sowieso terug. Lijkt me heel leuk. Oké. Nou, volgende keer. Blijf kijken. De items die komen ten alle tijde op ons YouTube kanaal. Dus even zoeken op YouTube en natuurlijk onze Facebook. Dus liken. En we zien jullie volgende keer weer terug.